Als je volgend schooljaar naar het regulier middelbaar onderwijs in Lelystad gaat, dan kom je hier, op de megacampus Porteum. Nu nog een enorme bouwput, maar straks lopen hier duizenden leerlingen. Nou kan ik me voorstellen, als je hier als leerling straks komt, verzuip je dan niet in die massa? Nou, een veelgestelde vraag. Maar we hebben natuurlijk nooit de bedoeling gehad om een school te maken waar leerlingen in verzuipen. Dus er is heel goed nagedacht over hoe we zo'n campus zullen opzetten. En vandaar, als je ook rondkijkt, dan zie je eigenlijk een zevental gebouwen. Waarbij één van de gebouwen het kunst- en cultuurgebouw is, waarin ook beeldende vorming, drama, muziek enzovoort wordt ondergebracht. En de andere gebouwen, daar worden dan de normale lessen in gegeven. En je moet je voorstellen dat als een leerling hier binnenkomt op zijn fiets, gaat hij naar één van de zes gebouwen. Daar zet hij ook, zeg maar, zijn fiets neer. En heeft hier in dat gebouw heeft hij zijn eigen thuisbasis, waar hij ook zo'n 60-70% van zijn lessen volgt. En dus eigenlijk is dat het schooltje binnen het geheel. De drie huidige middelbare scholen, SGL, Arkers en de Rietlanden, verdwijnen door de komst van de campus. Ze worden samengevoegd in Porteum. De nieuwe school had eigenlijk vorig jaar al open moeten gaan, maar de bouw liep vertraging op omdat alles duurder bleek te zijn dan gedacht. Ook lag de bouw 3 maanden stil door onenigheid tussen de gemeente en de bouwers over de betonconstructie. Nu zeggen jullie in augustus kunnen we van start. Gaat dat ook echt lukken? Ja, dat gaat echt lukken. Tenminste, ik praat met de mensen die zeg maar de bouw begeleiden, projectleider van de gemeente, die zegt steeds we zitten op schema. Met hoeveel leerlingen gaat de campus dan van start? En hoe verhoudt dat zich tot andere jaren? Daaraan valt af te lezen of ouders en leerlingen wel of niet blij zijn met deze verandering. De school begint met 3450 leerlingen. Er zijn 700 nieuwe aanmeldingen. Dat zijn er meer dan voorgaande jaren. Nu al zijn we zo'n 70 leerlingen gegroeid ten opzichte van de afgelopen jaar. Afgelopen jaren zag je ook wel, omdat ouders niet precies wisten van wat zal het gaan worden, wat brengt ons Porteum, zag je dat we een kleine daling hebben gehad. Onbekend maakt dan nogmaals onbemind. En nu het er staat, nu we die voorlichting hebben gegeven, is het vertrouwen, dat kun je alleen maar daaruit afleiden uit een veel hogere aanmelding, dat de ouders en leerlingen het vertrouwen hebben gegeven aan Porteum. Dus u heeft niet het idee dat er leerlingen uit Lelystad, want als je HAVO, VWO, VMBO wil doen, moet je hier naartoe, hè? Ja. Wellicht naar andere steden zijn gegaan, zoals Harderwijk. Nou, op het moment dat het aantal basisschoolleerlingen hetzelfde blijft, het aantal leerlingen vanuit groep 8 dat de basisschool verlaat, en wij krijgen een grotere aanmelding, kan mijn conclusie alleen maar zijn dat er mindere leerlingen Lelystad gaan verlaten. Er komen uiteindelijk zo'n 500 leerlingen in elk gebouw. Die hebben hun eigen ingang. We staan hier op een soort rondgang, hè? Het is de eerste verdieping, maar dat is wel de ingang, heb ik begrepen. Ja, de leerlingen die hun fiets, zeg maar, onder zo'n gebouw hebben geparkeerd, die komen met een trap die nog moet worden gemaakt, komen ze omhoog. En lopen in dit geval, zeg maar, hier het gebouw in. En de rondgang die je hier ziet, die bijna rond is, hè, aan het einde ontbreekt nog een stukje, die zorgt ervoor dat alle gebouwen met elkaar verbonden zijn. Binnen in het gebouw kom je via de hal in een open ruimte, met aan beide kanten klaslokalen. Leerlingen kunnen hier pauze houden en in het aula-gedeelte. En die aula die komt dan op de begane grond uit, zodat leerlingen ook een eigen schoolplein van dit gebouw hebben. Ja, dat is dus als je hier nu naar buiten kijkt, daar komt het schoolplein. Ja, daar komt het nog te realiseren schoolplein. Ja. En elk gebouw is een beetje zo opgebouwd? Elk gebouw heeft eigenlijk exact dezelfde opbouw. Dus inderdaad een servicebalie, pauzeruimte boven, pauzeruimte beneden, een zittrap enzovoort. Ja. En u heeft dan het idee, als je hier binnen bent, dan voelt het toch weer als een gezellige, gemoedelijke ruimte. Niet meer dat massale. Je komt van buiten, waarin je al die gebouwen ziet en je loopt naar binnen en je bent het massale, ben je in ieder geval helemaal kwijt.